Ik zit hier in de werkschuur van de Natuurmonument in de Campina, samen met Frans Kapteins, de vrijwillige boswachter. En ik heb ook nog meer gezelschap van een dwergvleermuis, ja. Ja. En een grote bromvlieg en nog een paar bijen, hebben we ook nog gezien. Ja, precies. Dat hoort er allemaal bij. Welkom Frans. Nou. Ja, eigenlijk moet ik zeggen welkom, het is mijn keukentafel. Ja, het is eigenlijk jouw keukentafel en jouw plek, het is weer een hele andere plek. Ja, hè? Maar wel mooi om zo midden in de natuur ook te mogen werken. Ja, en dan deze werkschuur vooral. Het is de oudste werkschuur van de Natuurmunt in deze omgeving. Natuurmunt heeft het gebied al in de jaren 20 van de vorige eeuw aangekocht. En het huis wat er tegenover staat, dat is het huis wat dus zeg maar ooit begonnen is. En hier is altijd wel een werkschuur geweest. In de loop der jaren wel veranderd. Maar in feite is hier altijd het startpunt geweest van de mensen die ooit bij Natuurmunt gewerkt hebben. Ja, ja. En die werkschuur wil dan zeggen dat ze hier hun gereedschap kwamen halen en dan de Campina in. Ja, vergaderen, overleggen eerst. Wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk zijn er hele plannen voor een heel jaar. En dan wordt er gekeken van dit moet er gebeuren. En dat en dat en dat. Hup, de kast in om de spullen eruit te halen. En dan het veld in. Maar goed, heel die periode, dat is allemaal veranderd. Dat ligt al lang achter ons, want tegenwoordig hebben we ook moderne kantoren. Zijn de mensen die zeg maar, bij Natuurmunt werken ook veel al binnen. Want er zit heel veel werk wat er binnen gebeurt. En er zijn nog een aantal mensen die ook wel eens vaker naar buiten zijn. Mm. De laatste jaren ben ik vooral veel buiten geweest, maar ik heb de jaren daarvoor heel veel binnenwerk gedaan ook. Ja. Ja. Eigenlijk is jouw beroep boswachter. Was. Ja, want 1 oktober ben ik gestopt bij Natuurmunt, maar mijn beroep was boswachter. Hoe kom je dan bij om boswachter te worden? Ja, dat zat al heel lang in het bloed. Toen ik 7 jaar was, toen nam mijn opa me mee naar buiten toe. En dan vertelde hij over de plantjes en de beestjes. Maar goed, de namen waren niet helemaal perfect, heb ik later ontdekt. Maar dat maakt niet zo uit. Hij liet me de liefde voor de natuur zien. En mijn vader heeft dat eigenlijk voortgezet. En ik denk dat ik op de basisschool al tegen iedereen zei, ik wil later boswachter worden. Och, ja? Want jouw vader en opa die waren ook boswachter gewoon natuurliefhebbers? Nee, mijn opa was een boer en een paardenhandelaar. Okay. En mijn vader was boer en postbode. Maar die waren allebei buitenmensen, dus die waren heel veel buiten. Maar hij heeft ook zeg maar in het bekende bos bij de Gruiter, in de Pettelaar, heeft hij de bomen meestal omgekapt, mijn vader. Dus, en daar heeft hij mijn moeder dan ook ontmoet, dat is natuurlijk ook wel leuk. In het bos? Bij de Gruiter, op de Pettelaar. Oh, ja. Leuk. Maar zij hebben me de liefde van de natuur wel zeg maar bijgebracht, ja, dat klopt. Uiteindelijk zei jij vanaf de lagere school kreeg je al die liefde voor de natuur? Ja, ik wilde altijd wel de natuur in. Dat was voor mij toch wat trok. En wij woonden ook buiten. In Sint-Michielsgestel heb ik heel lang buiten achteraf gewoond. In Vught was het wat lastiger, maar dan moest ik een straat extra oversteken. Dan was ik ook weer buiten. Ja. Dus in die zin, die natuur, dat trok mij zo behoorlijk dat ik... ik had geen behoefte aan een ander beroep. Maar ik ben niet meteen geworden, want ik heb nog veel andere dingen gedaan. Vertel eens. Nou, ik ben naar de lagere school, ben ik naar de MAVO, de ULO gegaan heette dat toen nog. En na de ULO ben ik naar de middelbare landbouwschool in Boks gegaan. Aan de professor Erastraat, naast Elisabeth Bas, de sigarenfabriek. Ja. En dat was directeur van Miltenburg, was daar onze directeur. En heb ik 3 jaar lang de landbouwopleiding gevolgd. Ik wilde eigenlijk tussendoor naar de bosbouw. En dat kon ook in principe wel. Want bosbouw is eigenlijk meer voor de boswachter eigenlijk? Ja, eigenlijk veel beter, ja. Okay. En daar wilde ik eigenlijk naartoe naar het tweede jaar. En normaliter was dat ook geen enkel probleem. Want dan kunnen de mensen die 2 jaar landbouw hadden, konden automatisch door naar de bosbouw. Maar bij mij was dat wel een probleem. Want wat was er aan de hand? Landbouw zat toen nog onder landbouw. En bosbouw zat toen al onder onderwijs. En ik stapte dus af van een bepaalde richting. En dan begint dienst aan je te trekken. Oftewel, ik moest in militaire dienst. Ja. Nou, dat heb ik dus niet gedaan toen. Ik ben toen de landbouwopleiding gaan afmaken. En toen heb ik dus zeg maar een diploma van de landbouwschool gekregen. En later ben ik daar pas in dienst gegaan. Maar kun je dan eigenlijk doen als je dan mooie boer eigenlijk? Of je kunt een heleboel andere dingen doen. Je kunt sowieso hulpboer worden als je dat wilt. Maar goed, ik moest dus na mijn opleiding meteen in dienst. En toen ik uit dienst kwam, toen had ik weer heel andere ideeën. En toen wilde ik eigenlijk bij de Kleine Aarde gaan werken, maar dat kon toen nog niet. Ben ik eerst een tijdje bij de PTT gaan werken. Dan heb ik bij de post gewerkt, was ik kantoorambtenaar, KTA1. Hey. In Veghel. Ja. Ja, was ik in Veghel. En uiteindelijk ben ik daarna, na 2-3 jaar, ben ik toch bij de Kleine Aarde terechtgekomen. En toen heb ik dus vanuit de Kleine Aarde
hebben wij het verdeelcentrum, het poldercentrum opgericht. En zijn we ecologische, biologische producten gaan verdelen over Brabant, Zeeland en Limburg. En toen hebben we dus een hele tijd, van 79 tot en met 86 heb ik in Boksel gewerkt bij de Kleine Aarde. Ja. Ja. En was de Kleine Aarde al zo groot, zo uitgebouwd, of was dat begon toen pas? Nou, het is in 78 begonnen, ik ben er in 79 bijgekomen. Het was toen nog klein, maar omdat wij met vrachtwagens moesten gaan rijden, want met paard en kar kun je geen producten wegbrengen. Ik bedoel, je wilt natuurlijk zo duurzaam mogelijk doen, maar daar had je gewoon toch vrachtauto's voor nodig. En dat paste niet meer op bij de boerderij zelf op de Mensel. Op de Munsel, maar daar zijn we het industrietrein toe gegaan. En daar hebben we toen een pand gehuurd waar we dus makkelijker met onze vrachtwagens in en uit konden. En heb je een aantal jaren gewerkt? Ja. En toen ben je weer verder? Ik ben in 79 ben ik begonnen, 86 ben ik gestopt. Ik ben toen, woonde ik al in België. Heb ik in België een heel lange tijd. Hoe kom je nou weer in België terecht? Nou, dat kwam omdat ik woon in Eindhoven en die stad beviel me niet. En wij hadden heel veel leveranciers, vooral producten van groente en honing, dus imkers, die woonden in België. En daar had ik dus contact mee vanuit de Kleine Aardeperiode. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dan is het wel eens leuk om daar te gaan wonen. En toen zijn we daar gaan wonen. Met jouw gezin of met jouw vrouw? Toen hadden we al één kind. Ja, het was 14 dagen auto vertrokken uit Eindhoven. Ja. Joran, zo heette de zoon. Ja, want hoeveel kinderen heb jij eigenlijk? Ja, vier kinderen. Heb je vier kinderen? Ja, vier heel gezellige kinderen. Ja, want die zijn er allemaal al behoorlijk. Ja, Joran is 33, Nielke is 29, Bent is 26 en Jonne die is dan 20. Ja, dat is een beetje een nakomertje, maar dat was zo. Omdat wij bij de Kleine Aarde maar minimumloon kregen. Dus je kon niet meteen altijd zoveel kinderen. Jullie hebben alles met mate gepland. We hebben het mate gedaan, ja, precies. Ja. En toen heb je eigenlijk een tijdje in België gewoond. Ja, en dan was ik coördinator van de Wereldwinkel geworden. En ook tevens coördinator, eigenlijk contactpersoon van het Vredescomité. Daar speelt. Hoe kom je daar nou weer bij? Dat heeft toch niks met elkaar te maken? Ja, dat is wel heel grappig. Ik was toen wel IVN-gids, hè. Instituut voor Natuurbeschermingseducatie heette het toen. Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Tegenwoordig heet het IVN dan In voor Natuur, dat is iets makkelijker. Ja. Maar dan ben je natuurgids, dat je opleiding hebt gevolgd. Dat houdt in? Dat je mensen natuur in begeleidt, hè? Dus verhalen vertelt, excursies begeleidt en wandelingen meeneemt. En dat Vredescomité dat kwam op me afrollen. Hoe kwam dat nu? Ik stapte de bank binnen en ik wilde daar een rekening openen. Nou, die is geopend en ik kwam thuis met een geopende rekening en ik was meteen lid van het Vredescomité. Want die ambtenaar die bankier tegenover mij, die zag mij met mijn speldjes. Vroeger hadden we allemaal van die buttons ophangen, zo hele rijen. En er stond heel veel over vrede op. En toen vroeg hij van of ik daar wilde deelnemen aan het Vredescomité. En toen heb ik ja gezegd, want ik zeg niet zo makkelijk nee. Dat was vrijwillig eigenlijk. Ja, dat was vrijwillig, maar ja, ik was toen op dat moment ook even werkloos. Oh, ja. En in België moest je nog doppen, een stempeltje halen, een kaart. Oh, ja? Moest je elke dag op een bepaald uur, wat van de dag daarvoor werd aangegeven. Dus als je dan maandag om 11 uur kwam, dan kreeg je te horen dat je dinsdag om 10 uur er moest zijn. Dat was een soort controle eigenlijk. Ja, dat was een soort controle. En dan moest je een stempelkaartje laten zien, zet een stempeltje op, dan kon je weer naar huis toe. Maar omdat ik coördinator werd, was het een speciale taak. En mocht ik dus zeggen, dan hoefde ik niet meer te stempelen. En ik kreeg ietsjes meer salaris, maar goed, achter mij. Ja. En uiteindelijk heb je het een aantal jaren gedaan en toen ben je weer teruggekomen naar Nederland. Ik werkte toen ook al als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. En toen trof ik daar een van de verantwoordelijke personen. En die zei tegen mij, er komt een vacature van beheerder, manager, bezoekerscentrum Oostenrijk. Is dat niks voor jou? Ja, dat is wel iets voor mij. Dus ik dacht bij mezelf, daar gaan we op solliciteren. En ik had daarvoor al verschillende sollicitaties, maar dan was ik weer, had het een zware studie gehad, of dan was er iemand anders die was beter. En dit keer dacht ik, oeh, dat kan mijn pakje wel eens aan worden. Dus ik heb toen gesolliciteerd en ik ben het geworden. Oh, geweldig. 15 mei 1990 namen ze me aan, dus begon ik aan het bezoekcentrum. Ja. En toen kreeg ik weer met Boksel te maken, want Campina, dat is verdeeld tussen Boksel en Oostenrijk. Ja. Dus, en ik was verantwoordelijk voor alle voorlichting. In dat gebied. In dat gebied. Ja, ja. Want je had dus echt de hele Campina onder je. Nou, als voorlichter. Als voorlichter. Toen als voorlichter, ja. Ja, 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 want hoe zit dat dan? Je hebt in de Campina. Ik dacht altijd, die huizen die altijd zo overal staan in de Campina. Als kind dacht ik, daar woont de boswachter. Ja, nou, dat is ook zo. Daar woonde de boswachter. Want nu is dat niet meer zo. Is dat zo niet meer? Nee, dat is zo niet meer. Nu, er stonden er ook veel te veel. Voor één gebied als Campina. Ik dacht, dat drie huizen stonden. Ja, er stonden er wel drie, zeker. Wel vier zelfs. Ja. Ja. Oh, ja. Maar in een gebied als Campina is één boswachterswoning eigenlijk genoeg. En nou, tegenwoordig maakt dat al helemaal niet meer uit. Omdat je bent veel mobieler. Je hebt sociale media. Je kunt veel sneller op alles reageren. En die dienstwoningen, dat kostte ook eigenlijk veel geld.
En wat blijkt is dat de maatschappij, de mensen die in de maatschappij wonen, veel meer willen betalen voor zo'n woning dan wij ooit van een boswachter kunnen verlangen. Ja, en dus zijn we die in erfpacht, zo heet dat, een erfpachtconstructie, zijn we die boswachterswoningen aan het verpachten. Zo En dat wil zeggen dat je er kunt wonen tegen een bepaalde huur, maar de grond blijft altijd bezit of zoiets. Ja, zoiets. Het is een bepaalde pacht, heet dat dan, een pachtprijs. Maar de ondergrond blijft altijd van natuurmensen. Het stenen gebouw wat erop staat, wordt van jou. En jij mag dan, als je als pachtnemer bent, mag je op het laatste gebouw gaan verkopen aan, in eerste instantie binnen je eigen gezin, op de eerste generatie. Lukt dat niet, dan moet je het aanbieden aan, zeg maar, de erfpachtgever, dus in dit geval natuurmonumenten. En lukt dat, en zegt nu ja, voor ons maakt het niet zo uit, dan mag je het aan iemand anders overgeven, die erfpachtconstructie. En dat zijn dus boswachterswoningen geweest. Nu zijn er die niet veel meer over. Hier staat er nog eentje waar dus nog een boswachtersvrouw woont. Maar ook heel de functie van boswachter is helemaal veranderd. Ja, want vroeger was het toch altijd spannend, vond ik altijd als kind, als je een boswachter tegenkwam. Want de boswachter was toen ook veldwachter en meteen zoiets. Nu is het wel zo dat er zijn een aantal mensen bij ons bevoegd opsporingsambtenaar. Dat betekent dus ook boetes uit mogen delen. Wanneer krijg je een boete? Nou ja, bijvoorbeeld als je hond loslaat lopen op de campina, of als je met de motor door de campina rijdt, of als je zeg maar dwars door de hei loopt. Dat mag ook niet, Nee, er zijn paden voor, je moet op een paden blijven. Ja. Dus niet iedereen die boswachter is, is meteen zeg maar dan boa. Er zijn een aantal wel, een aantal niet. En, hebben ze dan nog een speciaal pak aan, een kostuum? We hebben allemaal ons dienstkleding aan, dit wat ik ook aan heb, dienstkleding. En dan valt het niet op, alleen sommigen hebben dan nog een politie-insigne erbij zitten, een politielogo eronder. En dan weet je dat ze dus boa zijn. Ja. En want ze krijgen ook een speciale training daarvoor. Ja. Dat is niet zo. En die gaan dan ook iedere dag door die campina liggen? Dat doen we allemaal. Alle functies hebben wel iets daarmee. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de recreatie voor een hele lange periode. En dan moet je gewoon ook kijken, hoe zit het met je recreatie? Zijn de wandelpaden goed? Zijn de ruiterpaden goed? Wat vindt het volk van wat je uitgemaakt hebt of wat je ingezet hebt? Wat vinden we van de picknickbanken? Moeten we informatieborden erbij zetten? Komt toch heel wat bij kijken dan eigenlijk? Ja, dat is het punt. Vaak vergeten mensen dat dat die natuurgebieden die er liggen, dat die er niet zomaar liggen. Er zit een heel verhaal achter, een heel plan. Plus dat er heel veel aanvallen op die natuur zijn. Stikstofdeken wat boven Brabant hangt, hè, dus uitstoot van stikstof, wat ook langzaam naar beneden komt. De ontwatering, het is Nederlands verdrogen. Een stikstofdeken? Ja, zo noemen ze dat. Dat is een hele, zeg maar, boven de natuurgebieden hangt een hele zware lucht van allemaal stikstof die naar beneden valt. En waarom die wordt boven ergens omhoog gestoten. Nou, overal trouwens, niet alleen maar boven de natuurgebieden, maar voor de natuurgebieden is het juist erg, omdat vooral hier. Onze Brabantse natuurgebieden zijn zandgrondgebieden. Ja. Die zijn over het algemeen voedselarm. En als er heel veel stikstof op komt, dan komt er voedselrijk materiaal op. En dan kun je op de campina heel goed zien. Mensen herkennen dat, weet ik zeker. Ja. Want als je nu door de campina fietst, zie je heel veel pijpenstrootjes. Wat? Heel veel? Heel veel pijpenstrootjes en gras. Ja. Een mooi bruine deken van bruine kleuren zie je dan. En dat is een grasje wat dus enorm kan doorgroeien. Omdat die veel stikstof. En de hei, die zie je niet meer. En dat komt door onder andere door te veel naar stikstof wat hier neervalt. Ja, en dat is eigenlijk door het milieu komt dat. Precies, natuurlijk. Ja. Dus zeg maar de uitstoot van allerlei dingen. Ik zeg niet alleen de landbouw, het zijn meerdere dingen. Ja, en de grondwaterstand is heel erg laag. Er is gewoon veel te veel water onttrokken. Ja, want ik zou zeggen, we hebben zo'n nat voorjaar gehad, we hebben veel regen gehad en dat is dan toch niet. Nee, dat is wel, want op dat moment blijft er ook eventjes wat staan en dan zie je ook grote plassen ontstaan. Dat komt, je moet het eigenlijk vergelijken met als je een koffiepot hebt. Tegenwoordig mensen hebben andere materialen, maar vroeger had je dan een koffiepot en dan deed je dan koffie in, zo'n filter, en dan gooi je er water op. Als je nou heel vlugge water opgooit en heel veel, dan blijft het eventjes staan. Doe je het heel rustig aan, dan druppelt het naar beneden toe. Nou, wat gebeurt er? Door die hevige stortbuien komt er heel veel water tegelijkertijd op de zandgrond neer. En dan kan het eventjes niet weg. Ja. Maar de verloop van tijd schiet het gewoon de grond in. Want het is zandgrond en dan gaat gewoon al het water weg. Ja. En natuurlijk ook het water onttrekken natuurlijk voor de boeren, landbouw. Landbouw, maar ook de waterzuivering. Noem maar op, alles heeft zeg maar water onttrokken. En alles proberen water zo snel mogelijk weg te hebben. Want de grond moest droog blijven om goed te kunnen boeren. Ja. En dus wordt al het water heel snel weggehaald. Merk je het aan de campina? De campina staat een stuk droger, maar er wordt ook veel water. We hebben wat dat betreft een hele goede samenwerking met waterschap de Dommel. Omdat we beide zien dat het water een enorm cruciaal punt is voor een natuurgebied als Campina. De hogere delen, daar is niks mis mee. Daar zie je struikheide ook mooi bloeien. Struikheide is een plant van de droge kant.
Maar de natte heide, die heeft het dus heel moeilijk, want er zat alleen maar pijpstrootje. Ja, en dat zijn die vlaktes die je altijd zo mooi ziet als de hei in bloei stond. Ja, precies. Dat is, dan de Noordzijde. Ja. En vooral in de Noordzee zie je die paarse heide. Ja. Dit jaar weer prachtige tijd gehad, afgelopen augustus en september. Maar ja, de natte heide zie je bijna niet. Dat is echt zoeken met een vergrootglas. Waar staat hier nou een polletje dopheide? Oh ja? Ja? Ja, die gaat heel slecht mee, ja. Is dat ook de reden waarom er een tijdje geleden zoveel bomen zijn gekapt? Ja, helemaal goed, Josephine. Dat is dus, dat hebben we ook uitgebreid gecommuniceerd in het publiek. We hebben ongeveer 6 hectare grove dennen weggehaald. Dat is veel, hè? Ja, dat is best wel veel, maar het was ook hard nodig. En het is ook een beetje een proef. We willen ook meteen kijken of het effectief is. Dat zullen we volgend jaar dan zeker weten. Alleen de dennen heb je weggehaald? Ja, alleen de dennen hebben we. Ja, en ook wat dunne boompjes die in de weg stonden. Ja, ja. Maar die dennenbomen nemen, net als andere bomen, nemen uit de ondergrond water op zich mee. Hè? Dat zijn worteltjes. Ja. Maar wat is nou met die dennenbomen aan de hand? Die hebben naalden. En naalden zijn eigenlijk opgerolde bladeren. En in de zomertijd staan die helemaal open. Ja. Dat betekent regenwater wat naar beneden valt, dat blijft in die bladeren hangen. Dus die duizenden bladeren houden al dat water vast en komt niet naar de vennen toe. Dat betekent het huisvennen, het flesvennen, het ledenven krijgen daardoor te weinig water. Nou, de proef is om die bomen dus weg te halen en dan voor te zorgen dat dat water dan inderdaad naar die vennen toe kan lopen weer. Dat is de opzet. Maar dan vragen veel wandelaars aan mij, hey, boswachter, maar dat hebben jullie nou zo gedaan. Maar waarom hebben die paar bomen daar laten staan? Want er staan vlak bij het ven, ledenven en het flesven, staan een aantal bomen nog gewoon overeind. Okay. En die staan dicht op de oever van dat ven. En waarom is dat dan? Nou, dat is dan om een speciale reden vanwege de cultuurhistorie. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog hebben daar, zeg maar, ja, eigenlijk heeft te maken met een market garden. Er zijn mensen uit de vliegtuig gesprongen, noemen ze dat paragliders. En die zijn overal terechtgekomen en die zijn uiteindelijk allemaal bij de Campina, zeg maar, verstopt. Omdat de Duitsers nog in Nederland waren. En die hebben er in kuilen gezeten. En dat is een stukje waardering voor wat zij toen gedaan hebben. Ja, hebben dat bos een stukje als monument laten staan. Ja. Ja. Maar kun je daar nog iets van zien? Die bomen zie je daar nog gewoon staan. En die zijn... Ja, maar ook die waar die melden hebben gezeten? Ja, die kuilen maken ook vrij. Er zijn flinke kuilen. Er moeten er 3 geweest zijn. 2 zie je niet meer zo goed. Maar eentje zie je heel goed. Dat is een hele mooie open kuil. En daarvoor zit nog een schuttersputje, want er moest een bewaking zijn natuurlijk. En ze hadden die in de helling van, zeg maar, zo'n duin gemaakt. Mm-hmm. Dat betekent, in de helling hebben ze dus een gat gegraven. En aan de achterzijde hebben ze met plaggen, hebben ze die kuil dichtgemaakt. En dan hebben ze grote takken eroverheen gelegd en daarover weer kleine takjes. En zo zaten die mensen goed verstopt. Maar dan hebben we gezegd, nou, dat is zo belangrijk, dat waarderen wij. Ja. En die waardering doen we door die bomen te laten staan. Ja. Ja. Maar merk je er al iets van? Het is natuurlijk nog te kort. Ja, natuurlijk. Het is nog een beetje te kort, maar ik denk het wel. Als ik zelf zo rondloop en ik zie nu naar het huisven en kijk nu naar het flesven, dan denk ik, nou, volgens mij staat er meer water in dan daarvoor. Is het nou niet zo, als dan zo'n campina zo droog is, dat dan de beplanting weer het water wegzuigt uit zo'n ven? Die vennen zitten heel kleine plantjes. Als mensen waterlelies op vennen zien staan en ze lopen mij tegemoet, dan zeggen ze, kijk, dat heb ik nou liever niet. Dat vind ik, en dan zeggen ze, ja, maar waterlelies is zo'n mooie plant. Ja, die horen thuis op plassen, poelen, meren, maar niet in vennen. Vennen zijn namelijk voedselarm en er groeien wel plantjes, maar die hebben zulke kleine blaadjes. Hoe komen dan die waterlelies erin, in zo'n ven? Soms door mensen. Mensen vinden het leuk om dan waterlelies te zien in de vennen. Daar gooien ze dus, zeg maar, wortels erin. Echt waar, ja? Ja, dat gebeurt gewoon. Of door de eenden, die het aan de poot meekrijgen en daar achterlaten. En die waterlelies kunnen gewoon meteen ontwikkelen. Ja, ja, want je ziet zo dikwijls, hè, eigenlijk. Ja. Hè? Zit er ook vis in zo'n ven? Hartstikke veel. Maar dan moet je denken aan kleine visjes, hè. Stekelbaarsjes, bottenkruipers, dat zijn ook allemaal kleine visjes. Er zitten wel eens palingen in en snoek. Echt waar? Hoe komen die daar dan weer in, eigenlijk? De palingen over het land. Die kruipen als slangen over het land. Serieus? S'nachts en als het wat regent. Dat wist ik helemaal niet. Ja, die kunnen zich makkelijk verplaatsen over het land. Het zijn palingen, zien ook een beetje uit als een slang. Ja, dus die hebben geen kiemen dan? Ja, jawel. Maar hoe kunnen die dan zo lang? Tijdelijk, net zo goed als wij onze adem ook even in kunnen houden. Ja, maar kunnen zij wat langer de adem... Van het ene venneke naar het andere venneke dan? Ja, nou, of van iets grotere afstand, maar ze kunnen iets langer de adem inhouden. Okay. Dat doen ze dan. Kijk, snoeken niet, die worden dan via, zeg, ook weer diezelfde vogels naartoe gebracht, hè, aan de poten. Die ze laten vallen of... Ja, blijven dan, zeg maar, het kuit hangen en dan gaat het naar een volgend ven toe, ja. Oh. Ja, ja. Wel boeiend. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja. Dus ja, er zit veel meer leven in een ven, zeg ik vaak, dan in een meer. Frans, even heel iets anders. Hè? Kun je mij ook iets vertellen over de historie van de Campina? Ja, dat is een leuke historie. En dan begin ik eigenlijk toch bij de ijstijd, want dat is toch wel heel belangrijk. De laatste ijstijd is 14.000 jaar geleden.
Toen was hier een landschap wat toendra-achtig was, wat je dus nu nog ziet in Siberië enzovoort. En langzaam zijn de bomen op gaan groeien. Dat was eigenlijk meer gras. Het hoogste boompje was een dwergberg van 60 centimeter. Maar je kunt je voorstellen, er waait een ijzige wind overheen, dus dan hou je niet lang vol als plant. Nee. Nou, uiteindelijk is het klimaat zich verder door gaan dringen. Er is een bos gekomen. En toen is de mens binnengekomen, schatten ze mensen in van 4500 voor Christus, is de mens hier in de omgeving van Brabant terechtgekomen. En die mensen hadden dus een systeem met heide om daar samen met schapenmest mest van te maken. Uiteindelijk werd dat de zogenaamde potstalmest. En dat betekende dat gewoon heel Brabant eigenlijk bijna geen bos meer had, omdat het allemaal hei was. Dus heel grote stukken hei. Dat heette dan de campine. Campine. Of campine met een K, K-E-M-P-I-N-N-E. En dat was de naam van dit gebied. En daaruit is dus het woord campen ook ontstaan. Nou, Campina was dus ook zo'n heidegebied. Het noordelijk deel van de Campina was op een gegeven moment te koop. Want dat gebeurde omdat de Fransen hier zijn geweest. En de Fransen die hebben ervoor gezorgd dat de gemeente voortaan de gronden kregen. Eerst was dus de buitengebieden, vooral de heideterreinen, waren van de gemeenschap. Hè, dus van ieder mens. Maar uiteindelijk hebben de Fransen het aan de gemeente gegeven. En ze hebben de heerlijke rechten toen ook vrijgegeven. Dat betekent dat niet meer de mensenrechten hadden, maar gemeentesrechten hadden. En die gemeentes die zagen wel brood in om die gronden allemaal te verkopen. Want ja, waar moesten ze allemaal mee? Ja. Nou, uiteindelijk is de Campina dus in 1847 aan deze kant, aan de Bokserkant, verkocht aan Candidus ten Brink. En Candidus ten Brink was een handelaar. Die kwam uit Amsterdam. En die was ook heel erg religieus. Hoe weet je dat? Nou, zijn naam sowieso. Maar ook, hij heeft een kapel in de Sint-Peterskerk gekocht. Dus daar kun je het al zien. Hij was ook heel rijk. Hij was heel rijk, want dan zou hij ook nooit grond kunnen kopen. Hè? Ja. En hij heeft dus zeg maar in de Noorderkempen, zo heet het stukje hier, heeft hij een stuk grondgebied gekocht van, 247 hectare. En hij noemde zijn landgoed Campina. Hij heeft dus eigenlijk Kempen, heeft hij gewoon een A achtergezet. Ja. Hij heeft ook met een K geschreven en niet met een C. Ja. Nou, en die begon toen hier het bos neer te zetten, want dat was de verdienste. Want er was nog geen bos toen hij het kocht? Nee, het was al puur heide. Okay. En die heide was, dat noemden ze dan ook woeste grond. Vroeger zat hij in het proces van potstalmest maken. Maar plotseling werd dat in de steek gelaten, omdat de kunstmest wordt uitgevonden. De schapenwol had geen zin meer om hier te hebben, want de Australische schapenwol was veel goedkoper. Dus de schapen werden opgeheven. De hei had dus totaal geen functie meer. En dus was die grond te koop. En de gemeente dachten, daar krijgen we geld binnen. Ja. Dus heel veel rijke mensen, vooral uit Amsterdam en omgeving, textielboeren, sigarenhandelaren, assurantiebedrijven, kwamen allemaal hier naartoe om goedkope grond te kopen. Om of daar een mooi jachtbos van te maken, waar ze dan konden gaan jagen. Ja. Of om een productie in te zetten. En hij hier, meneer ten Brink, die heeft er een productiebos van gemaakt. Productiebos, dat wil dan eigenlijk zeggen voor het hout of zo? Ja, houtteelt heet dat dan. Je zet allemaal alleen maar bijvoorbeeld grove dennen neer, of alleen maar Douglas, of alleen maar fijnspar, hè, allerlei soorten bomen. In dit geval, hij ging van alles neerzetten om daar verdienst uit te krijgen. Ja. Maar goed, hij is toen vrij vroeg gestorven. En de zusters van hem, die hebben het verkocht aan de familie van Tienhoven. En dat is voor de Campina de grote redding geworden. Ja. Was iemand uit de buurt hier? Nee, ook uit Amsterdam. Oh. Maar pa van Tienhoven die het kocht, die wou hetzelfde doen als wat ten Brink had gedaan, een productiebos. Maar die had het te druk als minister van Buitenlandse Zaken. Oh. En toen heeft hij doorgegeven aan zijn zoon. En die zoon is heel bekend geworden, omdat hij hier in Brabant heel veel grond heeft verkocht voor uiteindelijk natuurmonumenten. Maar in beginsel, in 1902, kochten zij Campina over van meneer Candidus ten Brink. Ja. En van toen, de familie dan. Ja, en toen het op een gegeven moment natuurmonument werd toen? Hij heeft het een tijdje bij zich gehouden, ik denk van 1902 tot 1924. En toen heeft hij het verkocht aan natuurmonumenten, maar we weten dat niet 100% zeker. Want dan was er toen al wel natuurmonument. Ja, want dat was het mooie ervan. Natuurmonumenten is in 1905 opgericht. En hij is meteen lid geworden van natuurmonumenten en penningmeester geworden. Och. En later voorzitter. En toen hij voorzitter was, toen heeft hij iets gedaan, zodat Natuurmonumenten plotseling Campina had. Ja, dat is wel mooi. Maar er staat nergens in of dat verkocht is geweest, of dat hij het geschonken heeft. Of Nee, dat hebben ze nooit. Nee, daar is het bestuur nooit achter gekomen. God, nee, dat is wel grappig. Eén ding wel, dat is wel grappig weer dan. Hij wilde absoluut op Campina zijn grafmonument hebben. Maar een paar jaar daarvoor
was net de wet veranderd en mocht er niemand meer op vreemde grond begraven worden of zijn urn wegzetten. Ja. Dus hij moest door een stukje Campina terugkopen van natuurmonumenten om dat grafmonument bij de Zandbergse Venne te krijgen. Ja. En dat is hem gelukt. Jee, dat is ook wel altijd een bijzondere plek. Dat vind ik altijd als je dan langs loopt. Het was zijn lievelingsplek. Ja. Het was zijn lievelingsplek. Hij kwam daar het liefst van allemaal en is daar. Het is ook een mooi uitzicht. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je daar begraven wordt. Nou, en als je dan als Brabander ben je natuurlijk trots dat deze grote man daar zijn grafmonument heeft neergezet. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Want Frans, kun je mij eens uitleggen, natuurmonumenten, waar staat die voor? Ja. Wat doen die? Want dat is ook best wel breed, hè? Geworden. In het begin was het heel makkelijk. In het begin heten wij dus Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. En we waren alleen maar met natuur bezig. De monumenten in de natuur. Ja, zoals bomen, planten. Landgoed overnemen, bossen overnemen, legaten. Die kregen wij heel veel. En dan zorgen dat het een goed beheer kwam, zodat de natuur daar rijkelijk zijn kans kreeg. En dat de biodiversiteit, verscheidenheid van plant en dier uitbreidde. Ja, ja. Later kwam het milieu erbij. Vroeger kwam iemand uit het milieu. Ja. En nu tegenwoordig, of dan toen, in de jaren 70, 80 gebeurde dat. Toen was plotseling een milieu een belangrijk onderwerp geworden. En moesten wij gaan kijken dat onze machines draaiden. En dan hebben we het over de zagen op motorolie, maar dan biologisch. Dat onze paaltjes niet meer gingen verven, dat de verf niet in de grond kwam. Kortom, we moesten heel erg goed gaan zorgen voor het milieu. Weer later kwam recreatie erbij, zo in de jaren 60, 70. Want mensen kregen steeds meer vrije dagen. Ik weet niet of jij het weet, maar mijn pa was postbode op een gegeven moment. Was stop met boeren. En die kregen in één keer in de jaren 60 drie dagen vakantie. En dan gingen wij met ons gezin, wij woonden toen in Vught, op de fiets naar de Loons en Drunense Duin. Dat was onze vakantie. Ja, ja. En dan weer terug en de volgende dag weer terug, want dat was dan vakantie vieren. Wij kregen plotseling als natuurmensen recreatie erbij, want mensen wilden naar buiten. En dat zette zich door. En nu zijn er ondertussen aardkundige waardes bijgekomen. We moeten gaan kijken naar historische waardes. Cultuurhistorische waardes, kortom, er is veel meer bij komen kijken. Er komen veel regels bij, hè? Ook. Veel meer inspanningen geven voor meer kwaliteiten in het buitengebied. En ik ben er wel blij om, hoor. Hey Frans, als ik jou nou zo hoor praten, eigenlijk ben je een en al natuur, hè? Ik ben helemaal, mijn hart staat open voor de natuur. En Ik probeer ook zoveel mogelijk dat te delen met andere mensen. Ja, want dat lijkt me toch ook wel, als je dan zo gedreven bent en je ziet dan toch van alles gebeuren in je omgeving met de natuur, dat het ook wel heftig kan zijn. Nou, dat kan wel eens heftig zijn, maar ik heb altijd, mijn glas zit altijd half vol. Hè. Dus Omdat je dan toch weer de knop om kunt zetten van Hoe kunnen we dat weer opvangen wat er gebeurd is? Hè? Geef eens een voorbeeld waarvan je denkt van jee. Nou, wat ik meegemaakt heb, dat een benzinepomp werd schoongezogen door een mesttank. En die werd dus in ons natuurgebied leeggespoten, s'nachts. En we hadden toevallig s'nachts een tocht en we hebben het gezien en uiteindelijk is die man ook opgepakt. Maar dat gebeurt gewoon. De ellende zat al in de sloot natuurlijk. Ja, wou je het zeggen. En wat krijgt ze de man? Die krijgt dan een bekeuring? Ja, daar heeft de politie verder afgehandeld. Ik weet het verder niet. Nee. Ik ben er niet meer bij betrokken geweest, want ik was toen net begonnen. Ja. Maar dat was dus heel vervelend. Ja. Is het een heftig vak zo? Soms wel. De mensen zijn de laatste jaren wat agressiever geworden. Dat merk je wel. Als je tegen iemand zegt hond aan de lijn, terwijl je de overal bordjes kan lezen, dan kunnen ze wel eens een keer heel erg gaan schelden. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar een vriend van mij is met een hondenriem geslagen, om maar zo'n voorbeeld te geven. Jezus. Dus er zijn mensen, die excessen die in steden gebeuren, zijn ook naar het buitengebied gekomen. Ja. Een dagje van die gasten die echt gevaarlijk zijn, de ecstasy-dumpers. Die dus ecstasyvaten buiten zetten. Ja. Maar daar hebben we wel veel last van. Ja. Van zwerfvuil, mensen die hun rotzooi weggooien, hun tuin leeg schrapen en dat ook in het buitengebied gooien. Vissen, goudvissen. We hebben vennen zitten vol met goudvissen. Echt waar? We hebben vennen zitten vol met moerasschildpadden. Ja, dat is echt, mensen gooien alles maar weg, weet je wel. Want dan hebben ze zo'n klein vijvertje, er zit zo'n klein schildpadje in. Met dat vijvertje blijft ze groot en die schildpad die wordt al zo groot en die botst dan zo op en neer en zegt hup, eruit. Ja. Zo gaat het dan. Dus echt doodzonde. En het maar is dat ook blijft een beetje wel allemaal leven natuurlijk. En nu wel, vermenigvuldigd kunnen we niet zeggen, maar het blijft wel heel veel leven. Maar schildpadden kunnen oud worden natuurlijk. Ja. En wat ik nou gevaarlijk vind, het is gelukkig nog niet gebeurd, maar ik hou mijn hart vast.
als een kindje een keer aan het vennetje zit en die zit zo met zijn handjes in het water te spelen en die bijt schildpad die denkt het is een wormpje of iets dergelijks. Nou, een kindje is wel een stukje vinger kwijt. Ja, zou het hebben die zo... Nou ja, die hebben zijn bijtschildpadden, dus die kunnen heel hard bijten. Die hebben van die snavels die heel hard gaan. Dus, maar goed, nou zeg ik iets wat kan. Dat is er niet gebeurd, gelukkig. Nee. Maar dat is ook de verantwoordelijkheid die je zelf hebt als mens. Waarom zet je hem nou buiten hier? Ja. Dom. Ja, vind ik dat ook. Is echt dom. Ja, dat vind ik ook. Die mensen, daar hoeven ze niet over na te denken. Nee. Dat is gewoon niet nadenken en gauw, hup, dat moeten we kwijt, klaar. Ja, precies, zo werkt dat dan. Ja, zo klopt. Hey Frans, en stropers, hebben jullie daar niet veel last van? Hier niet zoveel, een campina, nee, absoluut niet. Wat zit er eigenlijk allemaal voor een grotere beest? We hebben reeën, vossen, bunzingen, wezeltjes, hermelijntjes, eekhoorntjes. En die lopen hier allemaal wild rond? Die zitten hier in het veld. En dan hebben we natuurlijk de begrazing. We begrazen met... runderen, blonde danquetin en brandrode, twee soorten. Ja. We hebben IJslandse paarden en manegepaarden. En sinds kort een 150-tal Kempische schapen. Omdat het gras, wat ik net over had, nog verder teruggedrongen moet worden. Ja. En dat doen de schapen. Dieren. Ja. Ja, en runderen en paarden. Ook, doe die? Ja, die deed allemaal gras. Ja, ja. Ja. Hey Frans, nog iets. Als ik zo aan het wandelen ben door de campina, dan vind ik het toch altijd wel spannend. Gelukkig... ken ik paardrijden en weet ik wel hoe een paard reageert. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik zelf op een paard zat en dan stond er zo'n grote stier. Ja. Min op het pad. En dat wij toch dachten, die gaat wel aan de kant, maar die ging dus niet aan de kant. Maar we zijn toch omgedraaid met z'n allen. Ja, 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 ja. En dat vind ik dan, ik vind dat af en toe toch spannend. Ja, dat kan spannend zijn. Maar want ook voor een wandelaar. Want voor hetzelfde geld komt je op hem af. Nee, dat gebeurt bijna nooit. Nee, echt serieus. Zo'n gewoon doorlopen. Dat is ook alleen maar machtsvertoon. En als je gewoon machtsvertoon van die stier. Ja, maar die blijft er meestal wel staan. En je kunt er gewoon langslopen. Hadden we van de week, om een voorbeeld te geven. En als die dat nou niet doet, want je zegt meestal. Ja, nou, laat ik zo zeggen, ik heb het nog niet meegemaakt. Oké. Nog een mooi voorbeeld. Van de week belde een vrouw op. Die was met een hondentraining bezig in een gebied van ons. En op haar pad stonden allemaal koeien. Wat moet ik doen? Want ja, koeien en honden, dat is meestal niet zo goed. Maar die waren allemaal aangelijnd. Niks aan de hand. Gewoon doorlopen, gewoon rustig doorlopen. Niet links of rechts afbuigen, maar gewoon rustig doorlopen. Nou, die mensen hebben dat gedaan. Ze belden ons naar een top. Nou, ongelooflijk, die beesten bleven gewoon staan. En dat is ook zo. Zolang jij geen aanstalten maakt om iets te doen, ja, blijven zij ook gewoon staan. Ja. Kijk, en wat het is, als je met de fiets bent, gewoon doorrijden en ze gaan aan de kant. Ja. Maar heb ik wel zelf mee, maar met zo'n kudde ponies... Ja. Op een paard, ja. Nee, toen was ik zelf waar we aan het wandelen met een vriendin. En dat ze ons allemaal zagen. En dat ze dachten, hé, we krijgen eten. Want voor mij worden ze stiekem toch veel duurder. Ja, ja, en voordat we het wisten, stonden we dus echt helemaal tussen de ponies. Ja, ja, paarden, hè? IJslandse paarden. Je mag geen ponies meer zeggen tegenwoordig. Nee, je mag geen ponies zeggen van de IJslandse paarden. Zijn de IJslandse paarden? Ja. Oké, okay. Zijn wel prachtig zijn ze. Heel mooi. Maar je hebt al gelijk, dat is voor ons ook... echt een beetje lastig. In die zin, als ik daar rondloop en ik zie ze op me afkomen, dan maak ik heel veel kabaal dat ze weggaan. Dat vind ik vervelend, want ik hou van dieren, maar ik moet dat toch doen. Ja. Want een natuurgebied is geen kinderboerderij. Nee. Ik probeer dat altijd duidelijk te maken. Ja. En als het echt zo is dat inderdaad iemand brood heeft gegeven, dan denken die paarden zitten in hun hoofd, die twee poters, die hebben voedsel, daar moeten we naartoe. Ja, dat merk ik duidelijk. En als we dan zien welke de aanleiding, welk paard de aanleiding geeft om die stappen te maken, dan moeten we die eraf halen. Ja? Want die blijft zo doen. Ja, oh ja, ja. Want ik heb het dus echt meegemaakt dat echt zo'n kudde op ons afkwam. Ja. En wij hadden zoiets, oké, ik zeg gewoon doorlopen. En dat kon ook. Ja. Maar we zaten wel in zo'n kudde. Ja, en wat er in zo'n kudde gebeurt, dan kan ik op elkaar happen en een keer slaan. Ja. Dan doen ze het wel niet naar ons, maar dan is het toch even spannend. Dan is het even spannend, ja. En het jammer is dat de dieren het niet doen die fout maken, dat is de mens. Ja, dat klopt. En niet voeren, niet aaien, wegblijven, wegjagen, dat zijn de dingen. Het is geen kinderboerderij. Nee. Maar ik moest ze wel echt wegdouwen. Ja, ja, dat klopt. Want en flink klappen in je hand. Flink in je hand klappen. Want ze zitten ook echt flink roepen. Te snuffelen. Ik zou ook zeggen flink roepen, flink in je hand klappen. Ja. En dan verdwijnen ze echt wel. Ja. En dat moet je doen. Ja. En niet aanhalen. Maar ja, er zijn nog steeds mensen die denken dat heel de natuur een kinderboerderij is. Ook, en dat is zo zonde, want we moeten die dieren eraf halen die mensen lastigvallen. Ja. Ja. Dus je bent nu met pensioen? Ik ben met pensioen, nu. En dat is ook een heel stap voor jou, als je dan zo in hart en nieren met die natuur verbonden bent. Oh, maar daar ben ik nog steeds. Ja, dat blijft wel. Ja, wel, op een andere manier. Ja. Hè? Ik heb een ander levenspad voor me liggen, wat ook heel spannend is. Er gaan daar ook weer deuren open. Ja, maar wat zijn je plannen? Ik heb besloten om deze periode tot einde van dit jaar gewoon rustig te blijven.
alle dingen die binnenkomen, alle verzoeken, aanvragen, meldingen, die zet ik in een lijstje neer. En dan ga ik op het gegeven moment, het einde van dit jaar, ga ik dat wat dingen wegstrepen, wat dingen zeggen, dat ga ik doen. Ja. En nou, in ieder geval, ik begin in 2017 als vrijwillig boswachter. Dat is één ding wat zeker is. En ik blijf bij Omroep Brabant, dat is ook wat zeker is. Ja, want vrijwillig boswachter, dat houdt dan in dat je wel een beetje dezelfde taken hebt? Nee. Dat houdt in dat ik excursies ga leiden. Oh, dat is leuk. Ja. Dus mensen die maken een boeking bij het bezoekerscentrum. Ja. En die zeggen, wij willen een excursie hebben. Nou, dan ben ik een van de excursieleiders. Ja, okay. Die mensen meeneemt in het veld en de verhalen vertelt. En ik ga gastheer spelen. Dat betekent dat we een bepaalde project hebben. Bijvoorbeeld kappen van die bomen. Dat ik dan daar naartoe ga, in dat veld ga staan. En mensen die langslopen vragen beantwoorden die zij erover hebben. Ja. Dat heet dan gastheer zijn in het veld. Wat is nou het verschil als je nou voor een groep mensen staat tussen kinderen en volwassenen? Bij kinderen gaat het allemaal als een sneltrein. Ik bedoel, de ene vraag naar de andere. Want de kinderen ja, die dan vragen stellen, die willen dan antwoord hebben. Maar tegelijk zitten weer andere kinderen. Of hetzelfde kind heeft dan weer een nieuwe vraag. Dus dat gaat echt gigantisch op en neer. En wat ik het leukste vind, ik probeer die kinderen ook altijd meer te laten beleven dan kennis te geven. Als ik met paddenstoelen toch wegga, dan heb ik van tevoren tegen de leerkrachten gezegd van, zorg ervoor dat ze spiegeltjes bij zich hebben. En dan gaan we onder de paddenstoel kijken. En dan vind ik het nog helemaal niet zo belangrijk hoe die paddenstoel heet. Als ze alleen maar het verschil al zien tussen plaatjes en buisjes. En dat er een steel aan zit of geen steel aan zit. Dat vind ik veel belangrijker. Ja. En waarom de paddenstoelen er zijn, dat vind ik dan belangrijk. Ja, ja. Nou, bij volwassenen is het toch vaker meer. Dan ga je dieper in op de kennis van de paddenstoel. Dan ga je het ook vaker wat namen geven. En wat ik ook altijd probeer is de menselijke geschiedenis erbij te vertellen. Dus de historie die bij de paddenstoel hoort en of waarom dat ze er zijn. Ja, en ik probeer altijd een beetje met een grap en een grol. Dus als ik de grote stinkzwam laat zien, is het natuurlijk al meteen helemaal prijs, want die lijkt op een penis. Ja, ja. Dus heeft iedereen er meteen al zo van, oei, wat gebeurt. En dan zeg ik nog ook dat hij onbeschaamd heet. Dus dat weten we allemaal. Ja, maar humor is ook altijd wel leuk. Ja, groep, dat moet erbij. Ja. Ja. Nou, ik heb één keer iets, dat was een mooie anekdote. Toen was ik net begonnen als natuurgids. Dat zou ik ook nooit van mijn leven meer vergeten. Ik moest invallen voor een paddenstoelen meneer. En ik had een hele mooie serie, dia's. En dat draaide we toen nog. En ik moest naar de derde klas huisartsschool toe. Dus ik naar die derde klas huisartsschool, prachtige paddenstoelen laten zien. En op een gegeven moment komt dus die vallers, die stinkzwam, die komt frontaal in beeld. Dus die meiden van de derde klas huisartsschool beginnen al te gniffelen en sommigen al te giechelen. Ja. En ik al met zo'n rode kop, als toen nog een jong manneke. En tot overmaat van ramp komt er deze zin uit mijn mond en hij stinkt uit de kop. Nou, iedereen onder de bank, hè. Nou, dat was niemand. Ik kon dus niks meer. Ik had zo'n kop en ik durfde niks meer te zeggen. Nee. Dus, maar dat zijn leuke, dat zijn leuke ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja. En ik hoorde je net zeggen, Omroep Brabant? Ja, dat blijft. Daar blijf ik bij. Dat was mijn eigen programmaatje. Wat doe je daar dan? Elke zondagochtend tussen ongeveer 11:55 tot 11:50 heb ik daar stuifmail. En dat zijn dan vragen van luisteraars die vragen naar mij toesturen via stuifmail@omroepbrabant.nl. Die beantwoord ik dan het eerste deel van het programma. En het tweede deel van het programma is Nieuws uit de Natuur. Och, wel leuk. Ja, en dat doe ik al, dus 700 en 800 afleveringen al zoiets. Jezus, maar leuk. En heb je ook echt vragen dat mensen ook echt... Ach, mijn mailbox zit vol. Ik krijg ze niet allemaal beantwoord, nee. Over de natuur? Over de natuur. Want ik, nou dat we het er zo over hebben, over vragen. Ik heb dit jaar weinig last gehad van wespen. Ik had het in het voorjaar al gezegd, dat er heel weinig wespen zullen komen. Oh, ja? De limonadewesp dan. Ja, ja. Ja, er zijn dus twee soorten limonadewespen. Die hebben allebei een eigen naam. De een heet de gewone wesp en de andere heet de Duitse wesp. Ja? Dat zijn de echte limonadewespen. Maar die beestjes... Die komen echt vervelend als je buiten zit. Hè? Die... Ja, en eigenlijk is het heel logisch dat die beestjes komen. Want weet je waarom dat ze dat doen? Nee. Nou, dat zal ik vertellen. Die wespen, die vangen dus vlees. Hè? Dus insecten eten die. Die eten ze niet zelf, maar die kauwen ze tot een papje. En die geven ze aan hun larven. En die larven, die beloont die beesten met een stukje zoetstof. Dus een belletje zoetstof. Dus die werkster die denkt, hé, daar krijg ik daar weer lekker zoetstof. Dus ik ga gauw weer een hapje vlees halen. En dan lever ik dat in tegen een hapje, zeg maar, zoetstof. Ja. En op een gegeven moment zijn alle larven weg. Dan is er geen larven meer over. En dan zitten die wespen, ja, maar ik wil zoetstof, ja, maar ik wil zoetstof. Ja, die zijn eigenlijk en dan gaan ze zoeken, precies, we gaan ze zoeken waar dat is. En dat is vaak bij de mens, waar eitjes liggen, limonade, plekken op tafel. Ja, en dat vinden ze natuurlijk fantastisch. Ja, echt waar. Nou, dus het zijn eigenlijk suikerjunks, om het zo maar te zeggen. Nou, precies. Dat is het goede woord. Het zijn suikerjunks. Oh ja? Ja, dat is het eigenlijk. Maar ik dacht dat een wesp ook van de nectar uit de bloemen en zo. Nee.
Dat doet een bij. Bijen. Wespen doen dat niet. Dus ze zijn eigenlijk vleeseters. Ja, daarom zijn ze zo belangrijk voor ons dat ze er zijn. Waarom dan? Nou, omdat ze dus in de gaten houden dat zeg maar, de balans binnen de insectenwereld, dat niet te veel dazen komen, niet te veel muggen komen, niet te veel steken. Het is ook dazen en ja, zo'n grote beest. Alles, ja, die zijn kleiner dan de wespen. Ja, wel, maar toch. Nee, maar die pakken ze ook aan. Hè? Dus ze pakken alles aan wat eenmaal binnen hun kostje past. En die vangen ze tijdens het vliegen, want ja, de spinnen Of overvallen ze als ze op een bloem zitten. Oh ja? Dat heb ik nooit geweten. Nou, maar dat zijn de dingen die dan tellen voor die wespen. Daarom zijn ze zo belangrijk. Maar het is ook wel eens een keer fijn om een jaar op je terras geen te hebben. Ja, want hoe komt dat? Nou, we hebben dus hele zware regens gehad, hele zware stormen. In het voorjaar. Ja, absoluut. En dan zijn ze allemaal weggespoeld of weggeregend. Daarom wist ik dat er heel want weinig zou zijn. Waar zitten die dan? Verstopt? In de mooie nesten die ze zelf maken. Ja, ik heb maar dat kan in de grond. Dat kan onder een dakgoot zijn. Of in een huis. Of in de haag. Dat maakt allemaal niet uit. Spouwmuren of zo. Spouwmuren, dat kan allemaal, ja. En net zoals een bij, want daar hebben we het nou allemaal over, hè? Dat iedereen dat er zo weinig bijen zijn. Ja, maar dus het telt hetzelfde dan? Nee, want we hebben het niet over de bijen, want we hebben het over de honingbij. Ja, dat is heel verrassend. Veel mensen hebben het over bijen, ja? En dan hebben ze het eigenlijk alleen maar over honingbijen. Maar ze vergeten dan dat er 350 soorten solitaire bijen zijn. Oké. Okay. En de honingbij is maar één van die, zeg maar, soorten die te leven in Nederland. En de honingbij die heeft het dus makkelijk, want die heeft kasten en kisten. Dus ja, als daar een storm op komt, dan zitten ze gewoon veilig binnen. En dan gaan ze niet naar buiten toe. Nee. Maar die solitaire bijen, die leven dan buiten. Bijen. Ik dacht, dat is alleen maar honingbijen. Nee, er zijn nog veel meer bijen. En die andere bijen, die leven ook van de nectar of zo? Die leven ook, ja. Maar ja, die geven geen honing dan? Nee, die geven niet. In die zin, kijk, een volk moet overleven. En een honingbijenvolk overleeft, omdat ze zelf honing maken, zodat ze in de winter ook kunnen eten. Ja. En daarom hebben ze die honing nodig, want dat is hun voedsel. En andere bijen, die solitaire bijen, maken van nectar en stuiven een papje. Daar stoppen ze in gaatjes in de muur of in de grond. En dan komt dat eitje, komt een larfje uit en de larf eet dat op. Dus die hebben dus geen honing nodig. Nee. Oh. Maar die leven ook maar heel kort. Ja, de honingbijenvolk leeft heel lang. Heel lang. Maar dan is een wesp eigenlijk, als die in zo'n nest, zo'n honingvolk komt, ja, heeft die volop te eten natuurlijk. Ja, maar en dat, ook vlees. Want die maar die wordt wel doodgestoken voordat die binnen is. Want er zitten portierdames, dat zijn allemaal dames, hè, dat weet je. Hè? Ja, de honingbijen. Oh ja, zijn allemaal dames? Ja, meestal zijn dames. Okay. Maar de mannen die hebben geen koningin? Jawel. Dus ze hebben de koningin en de rest zijn allemaal werkvrouwen, zal ik maar zeggen. En de mannen dan? Die komen maar heel even in beeld. Even meestal zonder, de tijd om te paren. En dan ze, ja, en het vervelende voor de mannen is dat ze proberen dan weer terug te komen op de kast of op de korf. Maar dan worden ze gelijk doodgestoken of eruit gegooid. Dus die zijn maar heel even nodig alleen maar om te paren. Dat is het enige wat ze nodig zijn. Dat hebben ze eigenlijk wel goed bekeken, toch? Ja, dat weet ik niet. Dat leeft maar heel kort. Ik weet niet of ik dat daar wil zeggen. Vrouw, oh, die vrouwen. Dat bedoel je? Ja, jij kijkt van die kant uit. Oké. Nee, voor jou niet. Voor ons maakt het niet uit. Ja. Die volkeren, ja, die koningin, die legt dan de eitjes. En de werksters, die zorgen voor de raten die schoon zijn. Dat de eitjes erin komen te liggen als de koningin ze gelegd heeft. Dat honing wordt gemaakt. Ja, ja. Dat was heel speciaal. Dat is trouwens wel, toch wel erg leuk om te vertellen. Dus zo'n klein beestje geeft aan een ander zo'n klein beestje, geeft die nectar over. En dat andere klein beestje heeft. Allebei bijtjes. Ja, ja, okay. En ze zijn zo klein. Mm-hmm. En de ene kleine beestje geeft dan dat andere kleine beestje nectar wat ze uit een bloem hebben gehaald. Ja. En in dat kleine beestje, daar zitten enzymen in. Die werken 0% suiker, nectar, tot 100% honingsuiker. Dat is ongelooflijk. Nog een keer. Dus? Dus het nectar wat uit de bloem gaat, ja, dat is 0% suiker. De honing. Oh, ik dacht, dat is al een beetje suiker. Nee, dat maken ze zelf. Ach, wow. Die honing wordt door die bijen, door allerlei enzymenwerking, wordt die 100% tot honing gemaakt. Jee. Ongelooflijk. Wat een wonder, hè? Ja, dat is echt een wonder. Ja. Daarom is het misschien ook zo gezond. Ja, dat denk ik ook. Hoewel wel. Hoewel dat ook weer puur het zijn ook weer ja, suikerdjes. Wij stelen als mens. Wij stelen hun voorraad. Ja. Ja. Maar goed, dat ze krijgen dus. Krijgen ze voor terug? Suikerwater. Nee, daar kunnen ze niks mee doen. Een foto op een potje. Nee. Wat ze krijgen is suikerwater. Dus heel veel suiker zeg maar in heet water. En dan flink roeren en dan wordt het een soort papje. En dat eten ze dan op. En daar maken ze dan honing van. Dus dat is de werkzaamheden zijn minder. Hè, want je hoeft niet van 0% suiker tot 100% te gaan. Dus
Oké, okay, want dan is het ook een andere soort honing, hè? Ja. Dan is het ook geen honing die wij dan moeten eten, nee. Nee? Nee, dat heeft geen zin. Waarom niet? Nou, omdat het geen bloemenhoning is, hè. Want je proeft de bloemenhoning. Toch kan goed zijn, die goedkope honing, dat er zoiets is. Dat kan, ja, dat klopt. Dat heb je ook gelijk, dat gebeurt ook. Ja, nee, dat gebeurt. Nee, dat gebeurt, dat gebeurt. Maar dat proef je meteen, hoor. Je proeft, ja? als er boven staat honing, zeg maar, van diverse kruiden. En je hebt geen enkele kruidsmaak. Nou, dan weet je zeker dat het een fabriekshoning is, zeg dan altijd maar. Goh, ja. Gewoon wat bijzonder eigenlijk, ja, dat is hè? Mooi, hoor, die wereld. Om te zien. In de natuur, hè, toch. Ja. Nou zit ik er even toch in. Welk beest is er nog minder geweest dan insecten deze zomer? Ik heb ook niet zo heel veel dazen gezien. Maar wel veel muggen, hè? Muggen zijn er wel veel geweest, ja. Iedereen klaagt over muggen. Ja, muggen zijn er heel veel geweest, klopt. Maar jou vroeg welke minder waren. Ja. Nou, dazen heb ik ook niet zo heel veel gezien. Muggen wel. Maar vaak is het ook een beetje de mens hun eigen schuld. Hoezo? Nou ja, als je kijkt in die tuinen van tegenwoordig, dan staan er overal wel potjes met water. En hoe komt dat nu? Er worden planten water gegeven, ze zitten soms op schoteltjes. Nou, dat water blijft daar stevig staan. Er staan emmertjes, er staan leuke sierpotjes. Ik heb blauw dak. Ja, nou, daar zitten allemaal muggen in natuurlijk. Hè. Want die leggen hun eitjes op die leggen hun eitjes in het water. Ja. In het water. En uit het water komen dan zeg maar uiteindelijk de muggen wegvliegen. Maar dat kan al in een heel klein plasje. Er kunnen al muggen uitkomen. Ja, echt waar? En dat door al die mooie tuinen die te komen met overal potjes en pannetjes en nou ja, noem maar op. Ja. Blijft er veel water in die dingen staan. En daar komen juist de muggen uit. Frans, hoe kom je nou aan al die kennis? Nou, we hebben een fotografisch geheugen. Dat zit in onze familie een beetje in. Oh. Mijn kinderen hebben ook allemaal universiteit gehad. En dat is omdat ze goed konden onthouden. En dat zit bij mij ook een beetje erin. En ik heb dus natuurlijk na de landbouwschool ben ik inderdaad verder gegaan met MO-biologie. Ik heb daarnaast zelfstudie gedaan. Ik heb daarnaast bij Natuurmomenten heel veel studies mogen kunnen doen. Dus dan bouw je het allemaal op. En omdat ik fotografisch geheugen heb, blijft het ook hangen. Ja, want dat is het. Ja. Je kunt wel dingen uit je hoofd gaan leren. Nee, want, nee, dat hoef ik ook niet. Ik moet een paar keer lezen. En dan, hè, dus als ik dan voor een tv-programma sta en ik krijg, als het over de natuur gaat, dan hoef ik bijna niks, want dan weet ik het uit mijn hoofd natuurlijk. Knap, ja. Maar als ik dan over de geschiedenis moet, wat een gebied wat ik niet zo goed ken, ja, dan lees ik het even door en dat zit in mijn hoofd en dat komt er zo uit. Ja, dat is wel heel handig. Handig, ja. Fijn dat je het ook goed maakt, dat je ook nog zo fit bent en gezond bent. Nou, dat is wel fijn en dat je daarom nu al zeg maar in de pensioentijd zit, want het is van vroeg pensioen. Eigenlijk ben ik plaatsmaker. We hebben een reorganisatie gehad en daarbinnen waren er toch minder baantjes dan mensen. En toen dacht ik, ja, ach weet je, ga ik maar eens weg. Dan kunnen andere jonge mensen het overnemen. Dat is ook wel goed. Ja. Nou ja, ik vind ook belangrijk dat er af en toe veranderingen komen. Ja. En als je altijd op dezelfde plek blijft zitten, dan heb je toch weer zo van, ja, maar zo deden we het toch altijd al. Ja, en nou komt er iets nieuws bij, dat is ook wel goed. En voor jou zelf ook, hè? De deuren gaan weer dicht en dan gaan andere deuren weer open. Ja, precies. Zeker omdat mijn glas altijd half vol is. Ik zie altijd weer leuke nieuwe uitdagingen. Ja. Want heb je hobby's? Ja, ik ben dol op muziek en op lezen en boeken verzamelen. Maar muziek, wat voor muziek? Van alles? Van alles. Ik hou van de... Vooral van heel veel mooie oude 12e eeuwse, 14e eeuwse muziek. Oh jee. Echt van die hele oude muziek met die hele oude instrumenten. Daar heb ik best wel heel veel van verzameld al in de loop van de jaren. En ik hou aan de andere kant van de nieuwste groepen die hier spelen, maar dan van wat meer met de emotionele kant. Ja, van, ja, dus snap een voorbeeld te noemen is Nick Cave. Daar ben ik helemaal fan van. Ja, ja. Daar ben ik helemaal fan van. Ja, ja. Ja, dat vind ik helemaal geweldige muziek. Ja. Ja. Is ook mooi. En ik ga dus ook nog veel naar optredens toe. Och, en dat maakt niet uit waar het is. Amsterdam, Rotterdam, maakt niet uit. Hey Frans, en je gaat dan thuis gewoon echt naar muziek zitten luisteren. Ja. Dan kun je echt koptelefoon op of gewoon de box aan. Ja, precies. Want meestal wil ik alleen thuis te werken. Kijk, als ik verhalen moet schrijven voor Natuurmomenten of voor mijn eigen werk, dan vind ik ook altijd wel lekker een beetje muziek te horen. Ja. Dan, niet dat ik dan wegzweef, maar dan hoor ik het wel. Maar dan ben ik toch ook met die tekst bezig. Ah, en je bent thuis. En je bent thuis, ja precies. Dat kan ook wel. Thuiswerken is bij Natuurmomenten ook een goed iets. Want ze zeggen ook, want kijk, als je in een kantoor zit, dan lopen allerlei mensen rond. En je moet een stukje zijn wat heel geconcentreerd is. Nou, dat werkt dan dus niet. Nee. Dus dan kun je beter thuis gaan werken. Nou, dan zet ik ook muziek op. En dat vind ik heerlijk om in die sfeer te gaan werken. Ja, kan me voorstellen. Ja. Hey, en lezen, boeken verzamelen? Ja, ik verzamel, als ik ergens op een rommelmarkt kom, alle boeken die ik nog niet heb over de natuur. Dat zijn er dus meestal echt de ouderen. Op jouw vakgebied? Ja. Die boeken verzamelen. Die boeken verzamelen. En die lees jij ook helemaal? Nou, die blader ik meer door. En verder heb ik een speciale hobby. Ik zeg maar, verzamel alles van Havank.
Ik weet niet of dat is een detective, de schaduw heet dus, die. Ja, dat is een heel oude, van die oude boekjes zijn Ja, precies. Ja. Ook die hadden ze vroeger bij ons thuis. Nou, die lees ik, die vind ik goed, want ik vind het zo mooi geschreven, zo wollig dat het maar zijn kan. En dat vind ik dus juist om het leuk om te lezen. En wat nou leuk is, Bruna heeft daar allerlei mooie tekeningen bij gemaakt. En het kan wel zijn dat hetzelfde boekje 3-4 verschillende Bruna-tekeningen heeft. Oh. Dus dan heb ik ook 3-4 van verschillende met dezelfde titel, maar dan gaat het mee om een tekening van Bruna. Mijn goede vrienden, die weten precies in welke stemming ik ben als ze binnenkomen en ze horen welke muziek ik op staat. Ja, dan weten ze precies welke stemming ik ben. Ja. Want dat past er ook altijd wel bij. Ja, want ben je een emotioneel mens? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Want dat blijkt wel, hè? Zo geraakt kunt worden door muziek. Ja. Het leek me ook, dan moet je toch ook wel heftig zijn in je emoties en alles. Ja, dat ben ik ook. Nee, dat ben ik ook. Ja, dat geef ik wel toe. Dat is gewoon zo. Ben je moeilijk voor jezelf? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat ik, wat leuk is dat je altijd zegt dat... Ik heb denk ik een aantal vrouwelijke symptomen in me. Ja. Ik bedoel, dat voel ik ook wel. Een bepaalde zachtheid. De zachtheid ervan, ja. Dat geloof ik ook wel. En de emoties, ik bedoel, als er iets gebeurt waarvan... Ja, zeg maar, heftig is wat er op tv gebeurt met weet ik veel wat. Dan staan mijn ogen ook vol tranen. Ja, ik bedoel, dan laat ik me ook gewoon gaan. Want dat vind ik ook... Dat mag ook. Hè? Ja, ik bedoel, ik wil mezelf niet remmen. En ook niet in de vrolijkheid remmen, maar ook niet aan de andere kant van de balans. Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk dat je ook toelaat. En ik merk ook heel vaak dat mensen mij vertrouwen in hun problemen die ze wel eens hebben. Ik heb heel veel mensen die op me afkomen en plotseling alle problemen die zij hebben meegemaakt, die komen dan bij mij op tafel te liggen. Ja. En dan vraag ik mij wel eens af, hoe kan dat nou? Maar dat, ik weet niet, misschien mijn uitstraling of zo. Openheid. Nou, dat denk ik ook denk wel. Ik, open mens. En mensen vertrouwt men. Ja. Ja, dat is ook wel leuk om dan te zien dat mensen ook op me afkomen daarvoor. Ja. En Frans, je hebt natuurlijk wel een ontzettende goede maat om jou heen en dat is de natuur. Ja, dat is zeker. Ja, dat is absoluut. Want dat is wel echt een... Nou, dat heb je goed gezegd, Josephine. Want ik neem als mensen mee, als ze het echt moeilijk hebben, dan zijn ik op de grensje wandelen. Ja. En dan komen die verhalen ook los. Hoor. Ja. En tenminste, dat vind ik altijd. Als je de natuur kunt zien zoals je is, dan staat al heel anders in het leven. Nee, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En het geeft ook rust. Hè. En het is ook gezelliger praten in de natuur dan alle... Zeg maar, drukte om de mens heen als hij iets kwijt wil, wat hij kwijt wil. Ja, dat is ook. En dat kun je aan een emotioneel mens, dan kun je dingen kwijt. Ja. Want die ontvangt het ook graag en die kan er ook iets mee doen. En die snapt het ook. Ja, precies. Omdat hij kan voelen. Ja, precies. Ja, want als je niet kunt voelen, dan houdt alles op. Dan... Ja, precies. Dan krijg je een muur voor je. Ja. Mooi, Frans. Ja, dat vind ik ook het leuk om te doen. Hè. Dus wie weet, dat zit een beetje ergens in mijn achterhoofd. Wandelcoach worden, dat lijkt me ook nog wel iets voor mij. Ja. Om dat te gaan doen. Ja, en hoe mensen spiegelen, hè? Ja. Van wat doet dit met jou en waarom? Ja, precies. En, leuk. Ja. Daar zit ik aan te denken om daar misschien iets mee te gaan doen. Ja, maar goed, ik zeg al, deze maanden neem ik even de rust. Ja. En uiteindelijk wordt het een afstreeplijstje. Maar het zit gewoon in. Uiteindelijk weet je nog niet waar het terecht komt. Nee, maar dat is ook prima. Dat vind ik juist ook leuk. Daarom ben ik ook zo blij met deze keuze die ik gemaakt heb. Hè. Ja. De knoop doorhakken om te zeggen, ik ga met vervroegd pensioen. Ja. Heeft meteen ook een heleboel blijheid met zich meegebracht. En vrijheid, hè? Ja, je krijgt vrijheid. Ja, precies, ook dat. Hè? Maar ook blijheid. Ik bedoel, uiteindelijk durven te zeggen, ik heb 26 fantastische jaren bij Natuurmeter gehad. En dan zeggen mensen wel eens een keer, je gaat dus weg omdat je het niet meer zo leuk vindt. Nee, niet. Ik ga dus weg omdat ik andere mensen kans wil geven. En ik ga dus weg omdat ik die andere loopbaan wil zien. Ja. Waar daar allemaal voor deuren zitten die nog open kunnen. Ja. Dat vind ik leuk. Heb je nou niet zo, want daar hoor ik wel, ik dit, ik dat... Heb je niet zo van, ik ga met mijn vrouw op vakantie en we trekken er tussenuit of zo? Nou, die moet nog 7 jaar werken. Dus. Oh ja, dus dat is anders. Ja. Dat is even anders, ja. Nee, maar we gaan wel dagen gebruiken waarin ze vrij is, dat we leuke dingen gaan doen. Maar misschien is het ook wel leuk dat deze tijd er even is, dat zij nog even vooruit moet met haar werk. Voor jou dat is het heerlijk. Dat ik even zeg maar, zo ontzettend, want dat is natuurlijk wel geweest. In het verleden heb ik ook bij kleine bedrijven en grote bedrijven gewerkt waar je ook geen 5-daagse werkweek had. Nee. En dat is bij Natuurmenten ook niet. Nee. Dus in die zin is het ook wel eens een keer fijn om nou eens een keer een 5-daagse werkweek voor mezelf te hebben. Ja. Dat ik gewoon aan mezelf kan besteden. Ja, is ook. En dat vind ik wel leuk, omdat nu de komende tijd... Ja, precies. Nou, een cadeautje aan jezelf. Precies, en dat maakt je ook weer blij. Dus alles opgeteld zijn een heleboel dingen bij elkaar. Waarom ik met vreugde afscheid neem van Natuurmenten en met vreugde de andere wereld inga. Ja, geweldig. Ja. Ik ga dit gesprek beëindigen. Okay. Ik vond het een heel boeiend gesprek en ik heb veel geleerd over de
De bloemetjes en de bijtjes. Nu nog, op jouw leeftijd. Op mijn leeftijd, ik leer iedere keer. Ik wil jou bedanken. Dankjewel Frans. En ik wens jou een heel mooie tijd in jouw nieuwe leven. Dankjewel.